Hoi, ik ben Manon. En ik ben Charlotte. En in deze video gaan we je alles vertellen over de Nespresso Virtuo. We vertellen hoe je hem gebruiksklaar maakt, alles over de cupjes en het onderhoud. Voordat je aan de slag gaat met koffie zetten, moet je de machine eerst gebruiksklaar maken. Dat is heel makkelijk. Je haalt natuurlijk de machine eerst helemaal uit de doos, steekt de stekker in stopcontact, dan spoel je het waterreservoir en vul je die met water. Je zet de machine aan en vervolgens, als die is opgewarmd, druk je 3 keer op de koffieknop en dan gaat hij een paar minuten doorspoelen. Dan vul je het waterreservoir opnieuw en dan is hij klaar voor gebruik. De Nespresso Virtuo is net wat anders dan de Nespresso Original. Zo zit er op elke cup een unieke barcode en scant de machine die barcode en dan weet hij hoeveel water er door de cup heen gaat. De cup gaat in de machine en die draait razendsnel rond. Zo komt er eigenlijk een hele dikke crema laag op je kopje koffie. Ja, een heel andere techniek is het dus eigenlijk. En ook wel voor een andere soort koffiedrinker. Het is echt wel voor de liefhebber van een grote bak koffie. Je ziet hier al wat verschillende formaten glazen staan. Je hebt dus 5 soorten koffies die je erin kunt zetten. De espresso, de dubbele espresso, de Gran Lungo, de mug en de caraf. En dat is echt een gigantische. Voor als je echt van een grote bak koffie houdt of natuurlijk echt in een karaf zetten om dan te delen. Ik denk dat het goed is om ze allemaal maar te zetten. Ja, kunnen we ze even laten zien? Ja. Nou, we hebben een hoop koffies gezet. We hebben hier een espresso van 40 ml, een dubbele espresso van 80 ml, een Gran Lungo van 150 ml, dan hebben we de mug van 230 ml en de karaf van 535 ml. Nou, als je die kan opdrinken, dan hou je echt van een bak koffie. De cupjes die kun je alleen bij Nespresso kopen, dus online of in de Nespresso boutique. Ja, en naast de cupjes die wij net hebben gebruikt, heb je ook nog speciale cupjes om melkspecialiteiten mee te zetten. Dus ook als je een melkopschuimer hebt, tover je je koffie om nog in een lekkere cappuccino of latte macchiato. Yes, en de gebruikte cupjes die kun je ook recyclen. Daarvoor krijg je een speciale zak van Nespresso. Als die gevuld is, dan lever je die zo in de Nespresso boutique of aan je bezorger als je je cupjes bij Nespresso bestelt. Je verbindt deze Virtuo via Bluetooth met de Nespresso-app. Zo laat hij weten wanneer er nodige updates zijn en wanneer je moet onderhouden. Ja, en het ontkalken geeft hij ook aan op de machine. Bij deze Virtuo geeft hij het aan als het lampje, het koffielampje, 3 keer oranje gaat knipperen nadat je een kopje koffie hebt gezet. En bij de Virtuo Plus wordt het lampje half groen en half rood. En zo zie je dus dat je moet ontkalken. Je kunt hier ontkalkingsmiddel voor gebruiken dat geschikt is voor Nespresso koffiemachines of universeel ontkalkingsmiddel. En hoe je dat precies doet, kun je checken in de handleiding van je machine. Nou, dat was hem alweer, alles over de Nespresso Virtuo. Mocht je nou nog vragen hebben, stel ze dan in de comments onder de video. En dan zien wij je weer in de volgende. Doei! Doei!